Dag meneer Remijn. Dag. Mag ik Leo zeggen? Jij mag gewoon Leo zeggen. Ja dus. Van harte welkom. Ja, nou dan kom ik lekker naar binnen. Ja, kom verder. Wanneer is dit pand? Wat is het bouwjaar? Het bedrijf bestaat vanaf 1939, maar het was in de beginjaren van de jaren 30 was het een bankgebouw. Hier was de Incassobank gevestigd. Okay, dit is een beschermd stadsgezicht. Het pand hiernaast, een van de mooiste geveltjes van de KAI vind ik zelf, dat is een monumentale gevel. Aan de buitenkant zijn er twee verschillende panden, maar binnen merk je daar eigenlijk helemaal niks van. Nee, precies. Ja, want het is inderdaad een typische bouwstijl, hè? die voor een bruine kleur. Ja. Ik noem dat altijd de Haagse of de Delftse school, maar dat is het waarschijnlijk helemaal niet. Maar... Nee, het is het niet. Nee. alle Zeeuwen herkennen. Zeeuwse knoppen. De Zeeuwse knoppen, gemaakt door Wilco Traas, een Goese kunstenaar. En dat is gewoon heel prominent in dit trappenhuis aangebracht. Nou, ik zie hier ook al meteen Zeeuwse knollen. Wat dat betreft koesteren jullie het Zeeuwse imago, koesteren jullie wel. Onze bedrijfsnaam zegt ook veel. We zijn een Zeeuws bedrijf, puur zang. En de naam de Zeeuwse Verzekeringen is natuurlijk volledig geladen, zoals dat graag provinciaal. Dat is de markt die we bedienen. Ik zou zeggen, loop even mee, dan gaan we kijken. Goedemiddag. Dag. Hart van Verk. Kijk, hier zien we natuurlijk een afdeling waar nu het pauze is, niet alle plekken bezet zijn. Waar je vroeger heel veel aparte kantoorruimtes zag, zie je nu vaak dat één grote kantoortuin is waar we met z'n allen het werk doen. Hier zie je bijvoorbeeld nog de originele naam van ons bedrijf zoals die vroeger op de voorgevel prijkte. Ja, ja, ja. En wij vonden het wel een aardige gadget om hier ook dat er nu nog wel op de muur te laten. In de koperstijl, ja. En hier zie je nog een overblijfsel van uit onze historie. Hier zie je nog een prachtige kluis. 60 centimeter dik. Ook echt bij van die, anders staat er nog een hele tekst op. Ja. En om allerlei redenen. 60 centimeter zei je? Ja. Om allerlei redenen ga ik hem niet openen. Nee. Maar, daar zit nog steeds van alles in. Maar het is wel een stukje historie. We vinden het ook leuk om dat soort elementen in het gebouw te laten. Dus we zitten nu onder NAP, zeg maar. En dat betekent dus ook dat alle plafonds ook heel laag zijn. Waardoor deze ruimte zich ook niet echt lenen voor werkplek. Het is gewoon een vergaderfaciliteit. Ja. En een plek waar iemand zich even terug kan trekken als hij alleen geconcentreerd wil werken. Ik ben net te eten. Ik ben niet erg als ik film. Eet smakelijk. Dank je. Je vindt al die beroemde vrijdagmiddagborrel plaats. Passen ze er allemaal alle 50 in? Nee, maar het is ook niet zo dat iedereen daar nou aan deelneemt. Maar het is wel belangrijk dat die mogelijkheid er is. En, ja, kijk, dit vind ik dus ook fantastisch, hè, wat ik hier nu zie. Het is toch een behoorlijk klassieke 1735 staat toch op? Ja, ja, dit is het pot uit 1937. En daar waar nu ook de zon schijnt, dus dat zal moeilijk in beeld te brengen zijn, alle panden die je daar ziet, daar zijn we ook gehuisvest. Dus zijn dus meerdere panden. Ja, dat is maf zeg. Die aan elkaar dus geslagen zijn. Binnen merk je daar niks van, maar aan de buitenkant zijn het allemaal verschillende panden. Welke adressen hebben jullie nu precies? Houtkruin? 11 tot en met 15. Oké. Okay, dus je hebt twee huizen aan de voorkant oorspronkelijk en het achterhuis, zoals dat heel gebruikelijk was. Die zou je zelf naar boven kunnen, maar dat is dan verder niet interessant. Dus ook een ruimte die we zodanig niet gebruiken. Tenzij er een heel mooi uitzicht is. Goedemiddag. Goedemiddag. Uit Antwerp. Ja, zeker. Met dit mooie weer. Oh, jullie kunnen wel het balkon op. Ja. Nou. Of niet? Is dat lastig? Ik weet het niet. Ik zou niet op durven staan. Ook. Nee? Nou, dat doe ik het ook niet. Ik kan het makkelijk. Kunnen we zo naar buiten stappen? Ja hoor. En we worden op ieder moment van de dag worden we eraan herinnerd dat we in de binnenstad van Middelburg. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is prachtig. En hier kijken we op de gebouwen van de pachter zijn dit. Ja. En daarnaast op alle mensen die hier wonen in die appartementen hebben ook hun eigen schuurtje allemaal. Hè. Dus het zijn allemaal schuurtjes en garages in dit beeld. Dit is een wat grotere. Kijk, ook weer de Zeeuwse knop. Is het wel een pand wat in een hele goede staat is? Want het is natuurlijk, het is toch best oud? Of, Het is een oud pand. Ieder jaar hebben we ook een budget om een stukje van het gebouw te renoveren en om het goed te houden. Dus het is een pand wat gewoon in een hele goede onderhoudsstaat verkeert. Ja, hiernaast zitten de dames. Ja, we gaan nu naartoe. Ja. Want jij bent geen Middelburger en deze twee dames wel, hè? Of zeg ik het van verkeerd?
Ik ben wel Middelburger geworden. Hè? Ja. Als je er 26 jaar woont, dan... Oh, je woont er wel al 26 jaar? Oké, okay. Maar van oorsprong niet. Oké. Okay. Nee. Hey, dat reken ik goed. Dat reken ik goed, hè. Daar hebben we de dames. Dag Margreet. Dag Caroline. Hoi. Dan ga ik er even bij zitten. Dat wij als bedrijf onszelf ook op een moderne manier presenteren naar buiten toe. Daar is een website natuurlijk een belangrijk middel voor. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee, daar ben ik ook veel mee bezig. Hè. Maar we hebben inmiddels wel geleerd dat een goede website, dat je daar ook echt specialisten voor nodig hebt. Echt mensen die het vak verstaan. En daarom hebben wij twee mensen gevonden hier in het Middelburgse die ons daarbij hebben geassisteerd om dat platform naar een hoger niveau te tillen. En wij doen heel graag zaken met bedrijven binnen Middelburg, in ieder geval binnen Zeeland. Hè, dat hoort ook bij onze bedrijfsnaam. We zijn een Zeeuwse bedrijf, dus doen we graag zaken met dat is ook een goede zaak, vind ik. Ja, ja. En Margreet hebben we gevonden hier op binnen 100 meter afstand. Wij kennen elkaar nog al heel wat jaren. We hebben nog samengewerkt bij ZLM in Goes. En via Margreet kwamen we ook met Caroline in gesprek. En zo is het balletje gaan rollen. Ja, en dat is toch een beetje de ons kent ons wereld. Ik bedoel, een netwerk, de ene kent die. Kijk, ik ken de dames ook allebei van heel andere zaken. Ik kan alleen nog van de tijd bij de gemeente. Ja. Hebben we samengewerkt. Nou ja, waar ken ik jou allemaal van? Van allerlei dingen. Het café. Hè? Het café, oh, je zegt het gewoon. Nou, heel goed. Zal ook weer eens niet. Maar goed, daar komen we zo wel eventjes op terug dan. Maar jullie hebben voor de website de teksten gedaan, met name. Of wat was precies dan de opdracht? Nee, klopt, de teksten. De website is vorig jaar helemaal vernieuwd. En die moest lijken op de website van moedermaatschappij De Goudse. Maar de teksten mochten absoluut niet hetzelfde zijn. Dus toen hebben ze mij verzocht of ik die klus wilde aannemen. En nou, omdat dat een hele grote klus was die in vrij korte tijd moest gebeuren, heb ik hulp gezocht van Caroline. En uiteindelijk heeft Caroline ook de foto's van de website gemaakt. Oké, okay, ja, maar dat doe jij ook, fotografie. Ja, klopt. Ja. Nou, dan gaan we daar eens even lekker over verder kletsen. Dan sturen we de directeur weg. Hè? Ja. Dat is, hartelijk dank voor de rondleiding. Leuk om even kennis te maken. En ja, een heel interessant gebouw. Ja. En ik ben nu ook gelijk nieuwsgierig geworden naar de panden van de buren. Hè? Dat, ja, helemaal goed. Maar dat ga ik wel eens bij de buren vragen of ik daar eens binnen mag kijken. Zou ik zeker. Hartelijk dank en een fijne dag. Dag Leo.